kilometer rijden op Ergal. Dus auto zoeken, 10 kilometer gereden. Dat was ik level 3. Ik wil minimaal level 8 zijn. Wat is op level 8 dan zo leuk? Ik gebruik laatst tijd heel veel de micro-Uzi. Ik heb gezegd tegen mezelf, als ik op het einde niet red, dan koop ik wel gewoon... Ik kom minimaal die 86 worden, dus zo te zien. Maar dan koop ik wel gewoon die levels op het einde die ik nodig heb. Dus kijk hoe ver ik kom. Gewoon lekker alles inlokken. Maar Linda, ga ik op ready drukken of is het dat? Want je kunt telefoon in je hand weer. Ja, niet zo zeker. Waarom houdt die gast die sniper zo verkeerd vast? Echt, ik had vandaag een gezeik op mijn werk. Wat nou weer? Ja, ik dacht ik moet 7 uur beginnen, dus ik sta 6:30 op mijn werk. Je bent te laat. Te laat? Ja, tenzij mijn telefoon niet goed loopt. Zeg, maar die loopt gelijk op het internet. Dus die geeft er weinig kans dat hij meer dan een minuut achterloopt. Dus, maar schijnbaar moest ik om 6:00 beginnen. Maar ja, als niemand dat tegen Peter zegt, dan weet Peter ook niet wanneer hij op zijn werk moet komen. Nee, dat is zo. Dat is zo. Wat een kutwerk heb jij. Ja. Wat doe je voor werk? Helemaal niks. Nou, waarvoor maakt dat uit hoe laat je er aankomt als je toch niks doet? Ik moet overzicht houden. Ah, dus het is alleen maar webcams, doe het vanaf thuis. Waar gaan we eruit, jongens? Gaan we weer, wat was het, winery doen waar we vorige keer waren gegaan? Toch niet uit, want jij gaat toch dood. Fuck jou! Wat een haat heeft hij vandaag. Winery, ik vind dat wel best. Hmm. Ja, we zien spelen de laatste keer, de devcam. Jongen, ik heb 2 kills gemaakt de vorige keer. Ja, had er 10 moeten zijn. Fuck jou! Hij heeft niet gedaan weer vandaag, hè? Ja, we zijn weer lekker bezig. Ja. Nou ja, haat en liefde liggen heel dicht bij elkaar, Ellen. Ja. Onthoud dat maar. Het scheelt dat ik het niet haat, dus ja. Ik ben wel krat die catmus niet van mijn hoofd afwaait. Ik zit gewoon met lijm in je hoofd vast. Als ik boven buiten al loop met een kerstmis, wijd ik van mijn kop af. Ik ben bang dat het... Oh ja, wel, dat redden we. Nou, krap. Rechts zit wel heel veel man. Maar dat ga ik niet redden, ga ik nog eens vertellen. Een stukje lopen. Ik ga het wel redden. Kun jij het wel redden en ik niet? Omdat ik awesome ben. Jeez. Nou, kan ik wel minder. Ik ben aan het streamen, hè? Kom op zeg. Ja, alsof ik viewers heb. Kom jij zoveel verder, Linda? Skills! Skills met een parachute. Ik ben er al. Nou, eerlijk is eerlijk, ik ga dat niet voor elkaar. Level 3 helm. Nee joh. Ze lopen ook gelijk al het goede shit weg die had hier zo. Maar meer lag er ook weer niet echt, maar goed. Maar voor mij ook afblijft. Ah, level 2 backpack. Nou, ik heb al pas een micro Uzi die leeg gaat schieten. Nu nog leven wapen vinden, met molotov kom ik niet zo ver. Wat dacht je eerst dat ik eens een backpack vind? Oh, wacht. Oh, ze gaat toch naar buiten. Ja, dan moet ik deze kant in. Nee, ik doe het van. Nou, jongens, waar is die backpack? 2. Zonder backpack kan je niet echt veel vasthouden, namelijk. Ja, dat klopt.
Dat zit nog in de zonde ook, jongens. Heb ik toch niks als ik geen backpack heb. Je moet niet gekker worden. We hebben drie vest. Netjes. Ik heb al wel level 2 vest. Lieve, ik heb nog helemaal geen vest gevonden. Level 3 backpack. Level 2 backpack heb ik wel, maar niet zo goed. SKS. Nice. Nou, die wil ik wel even oppakken. Oeh, ik heb een sikke SKS skin. Is leuk voor je. Een witte. Is leuk voor je. Die heb ik ook al lang. Hij ziet er sick uit op het wapen. Ik had hem niet op het wapen. Maar hij ziet er wel goed uit. En we zitten in de zonne. Nou, wat willen we nou nog meer, jongens? Goeie shit. Nou, dat is hier zo. Hey, ik heb ook een SKS. Ik kan niet. Ik ga naar dit gedeelte. Hier ligt de beste loot. Ik neem toch liever die SKS mee. Drie keer scope. Met een laser drop, hè? Nou, een laser doe ik maar niet erop. Dat is een beetje raar, hè? Heb je een laser op een sniper zitten? Ja, waarom niet? Ik moet nog iets meer kogels, dan kan ik er weer even leeg halen, die stomme Uzi. Ik weet niet hoe vaak ik het nog moet doen, maar vaak zat waarschijnlijk. Jullie zijn allemaal geweest bij die gemaakte huisjes? Ja. Ergens 9mm kogels liggen? Nee. Veel genoeg plekken ligt het. Nou hoor. Niet uit het spel. Nee, niet uit het spel, nee. Maar nee, snel erin. Zijn ben je ook wel beneden in je winery geweest, Luc? Wat? In je winery, nummertje 3, ben je ook beneden geweest? Ik ben beneden. Hier heel veel level 2 helmen. Ik heb het over je andere winery. Nee, Een M4 met heel veel kogels? Dat ik heb is... het hier neergelegd. Sniper? Nee, de assault rifle die we altijd gebruiken. Ah. Nee. Ja. Kijk, de hier is een kogels die ik nog moet. Ik heb nog een cheekpad nodig en een... dat is eigenlijk voor een sniper. Een goede scope heb ik nog nodig, jongens. Ja, ik ook. Ik heb nog even een sniper rifle nodig. Ik heb een sniper rifle met een silencer erop. Ik ga even herrie maken. Ik heb nog niet eens een vest gevonden, laat daarop houden. Oh, het is veilig hier. Ik ga in de andere winery. Ga hier zo, hier onder de grond. Waar Linda zit, onder de grond, in dat gebouw. Ja, ik ga het andere gebouw. Zo een mini 14 dan maar. Ik ben daar niet geweest. Tenminste iets. Kan die eruit? Die daarop. Hoppa, hoppa. Nee, is dat gewoon onder de grond? Ik heb niemand last van je. Heb je silencer? Nee. Twee helmen. Man, normaal helmen zat, maar Iemand hier al in het gat geweest? Nee. Ik ga het gat in. Er zit helemaal geen gat op. En 416, die kogels wil ik ga wel. Ga ik hem aandruisen, want daar heb ik ook nog. 2, Uzi. Elkaar. Ik heb 3 vlakken naar beneden. Ik moet alleen nog een goede scope hebben. Nou, als je nog een vest ziet, zeg het even. Ik heb nog helemaal geen vest. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb geen level 2 vesten gezien, alleen maar level 1 vesten. Maar die heb ik zelfs niet gezien, level 1 vesten niet eens.
Ik ben op een sniper. Dan ga ik herrie maken. Ja, ik ga ook herrie maken. Kooi. Waarom moet dan met die kut wapen? Blijf ze klaar met deze nu. Er op de afstand gewoon dit serieus ook. Wat? En dan zijn het fucking vechten. Wil je ze nutteloze dingen te doen? Ja hoor. Nee, we hebben niet in het huis. Nutteloze bullshit. Dan moet ik weer wapens gaan zoeken om natuurlijk dit stomme UMP te vullen later. Maar ja. Probeer voor later. Nee, ik heb hem alweer vol. Ik heb nog meer kogeltjes daar. Waar ben jij eigenlijk? Ik ben het gat ingegaan en dan het gat uit en dan kom je in de stad. Hier in level 2 vest waar ik ben. Ik heb ook alweer kogels. Ik moet buiten kijken, er ligt ook genoeg. Ja, ik zit buiten nou ook te kijken, Erwin. Nou, kom hier. Nou, ik heb fatsoenlijke wapens heb gevonden. Hier in dit stadje ligt altijd zo fucking veel healing. Nou, healing heb ik zat gevonden. Dat valt dan tegen. Als je nog een 4x scope vindt of zo, dan hoor ik het graag. Heb ik gevonden, zit op mijn sniper. Als je nog eentje vindt. Het gat is al leeg geroofd. Ik ga nog even kijken. Ja, er ligt nooit wat boeiends. Ik ga richting een rakotje die dat stadje nog aan het leeg roof is. Nee, ik heb de hele stad voor mezelf. Jij bent linksom gegaan, dan ga ik rechtsom. Ik neem een 3x scope voor je mee. Ja, dat heb ik al. Ik heb een hogere scope. Ik kom alleen wat boosters tekort. Nou, ik ben tenminste level 2 keer, dat is tenminste iets. Als je nou een SKS of zo ziet, dan moet je het ook maar zeggen, want ik zit nou met een mini 14. Ik heb hier een sniper voor een silence voor een sniper opgepakt. En kom mee. Gewoon meepakken. Die kan je toch zo gebruiken, of niet? De zone komt eraan, jongens. Oh shit. Zone. Ja, ik zit in de zone. Ja, ik ben juist hier degene zonder boosters. Oh ja, ik zit wel wat boosters, maar niet veel. Het is de eerste zone toch? Ik doe niet zoveel zeer. Ja. Ik weet ook niet waar de tweede zone zit precies, maar... Ik stand het back voor pistool. Ah kijk, level 3 vest. Ik heb wel flash hide op mijn sniper. Oké, ik gokte erop dat er een booster was, maar er was geen booster. Maar wel een medkit. De tweede alweer. Ik heb alweer twee. Ik had een sniper, Lin. Ja. Psych, jongen, echt. Kom je? Oh, daar weer. Nog in het huisje. Een silencer. Je hebt toch ook een sniper, of niet? Ja, daar heb ik al eentje op zitten. Ah, nice. Voor gisteren vond ik de silencers. Ik ga daarheen. Ik kom alleen nog level 3 backpack en dan ben ik fully level 3. Ik ga waar je heen wil en dan ga ik pissen. Ik ga maar even hier omheen en ik laat een hele hek om langs. Hé, loop naar mij toe. Ga je met de auto? Ja. Okay. We hebben daar nog huisjes, ja. Oh. Ik ga pissen. Hoezo met de auto? We hebben hier nog huisjes.
Ja, heel de zon is, dichtbij. Ja, maar Erwin die gaat pissen. Ja, ja. Wil je luisteren of niet? Parkeer jou hier even. Mike off. Huisje door. Misschien dat ik nog een betere sniper tegenkom. Nee, misschien vind ik boosters. Nee, wel een medkit. Lin, mag ik die medkit? Dan mag jij mij schieten. Ja, mag gerust de medkit hebben. Alsjeblieft. Schiet eens één keer op mijn voeten. Met je AK, single shot. Ja. Hij gaat 3 medkits verspillen nu. Ja. Volgende keer wil ik 3 medkits verspillen. Nog een keer? Voetje. Die andere. Nee. Zo, dan heb ik, je krijgt nog wat terug, want de medkit is natuurlijk niet niks wat je neergooit. Dat is best wel een gangster. Zo. Een schale troostprijs. Ah, ik heb er al 3 dus. Op zich maakt dat niet zoveel van uit. ik heb er 7. Oh, oké. Okay. Je hebt er nog meer gevonden. Ik heb 1 painkiller en 2 energy. Maar we moeten zo wel weer richting... De zon, ja, ik weet het. Ik ga naar de auto. Ik kan geen pennetjes gebruiken. Nee, ik heb niet. Zonder, waar is de auto? Knauw. Ren de zon uit, ren de zon uit. Waar is Lin? In de zon. Kom eraan hoor. We zitten aan de goede kant van de zon, want hij gaat langzaam. Ja. Stap in. Nou, Erwin. Nou, Erwin die zit al veilig. Kom er. Moet even een plekje zoeken. Ja, dus. Ja, je hebt wel geen scope nog, hè? 4 keer. Nee, geen extra. Jammer. Eens even kijken wat de zon er doet. Ik ga hier in dit huisje zitten. Of gaan we de brug over? Wat zeg jij, hè? Wat jij wil. Veilig aankomen. Mama ligt met griep en koorts op bed. Toch nog ziek gebroken. Oh, we gaan dicht bij de brug. Ik ga de brug over. Oh, je gaat daarheen en dan daar de brug over. Ja, maar ik denk, ik ga om de stad heen. De jokken van de stad ook, man, die vond over. Kut. Ik ga dus onder de brug door. Ja, dat is wel mooi, kut. Ja. Dus we moeten helemaal hoog en dan hopen dat er niet meer geen mensen. Gast, leer rijden. Ja, er staat er nog één hebben als je het niet vertrouwt. Taxi's zijn wij. Geen geluid maken, een straatje. Nou, die auto horen ze. Nou ja. Jezus Christus. De auto is wel die brug. Ja, die auto's zijn nog minder kwetsbaar dan mijn auto. En nog oud, er zitten echt veel auto's in deze map, zeg. Waar gaan we heen? Geen auto's, niet tegen dat ding aan. Ik ga precies ertussen springen, Lin, let op. Oh, steen. En weer raak je steen. Er zijn mensen geweest, het raam hier stuk. Ja, ik zie het. Er ligt ook niks boeiends meer. Maar ik gebruik het als campplek, denk ik. Dat kun je doen. Heb je gewoon een cheekpad als je hem nog nodig hebt? Nee, mijn kan geen cheekpad hebben. Extended mag voor een sniper, eventueel. Kan ik vanaf hier naar de brug kijken? Ja. Je zit naar de brug te kijken, gezellig. Ja, gaat vanzelf iemand overheen, hè? Dat kan ik je wel vertellen. Oh, dat denk ik ook wel, ja.
Oh, ik zie er al eentje. Je kan naar boven, dus niet schieten. Ik zag er, ik zoomde net uit, zag ik iemand lopen. Aan de andere kant van de brug. Oh ja, ik zie hem lopen. Ja, hij links, hij springt, hij gaat via het water, denk ik. Misschien zit een boom in de weg. Ja, ik ga hem opwachten. Als het goed, ja, goed is kunnen we door het water inschieten, toch? Ja. Hij moet een keer naar boven komen. Dat klopt. Ik zie hem niet. Ja, ik ben weer redelijk in de buurt. Ik zie hem lopen, hij zit bij een steen onder de brug. Welcome to my channel. Linkerkant van de brug? Ja, linkerkant van de brug, zou ik net bij die steen. Hij liep de andere kant op volgens mij. Dus hij kan de rechterkant uitkomen? Kan. Oh nee, hij zit er nog steeds. Zit er nog steeds. Ik zie hem niet, ik kom bij je liggen. Er loopt nog eentje boven. Ja, ik kan niet goed zien, ik heb geen goede. Bij de steen onder de brug, daar zit hij. En daar rechtsboven liep ook nog eentje. Ik zie hem. Dat is helemaal niks. Ik ben geraakt. Iemand ziet ons wel. Ja. Ze zitten met z'n tweeën achter die steen. Ah, oh, dat kan ik idee. Oeh, mooi headshotje, hè? Ah, daar. Ja, we hebben drie keer kutscopen, hè? Ja, ik zag ze hem eraf schieten. Ik heb 3 hits gemaakt daar zo. Ik zag ook aardig wat bloed vliegen, maar... Ik heb zijn adem inhouden tegenwoordig, hè? Ja. Nou, ik heb ze nog niet gezien in ieder geval. Ik kan wel een betere scope had dan dit. Ik denk dat ze rechts gegaan zijn, man. Kom, we gaan dieper de stad in. Zullen we ook een booster gaan drinken? Ik ga een autootje pakken. Stil zeker. Ja. Oké, ik ga het booster drinken en dan gaan we mijn auto. Kippen. Oh, een klein kutplekje. Deze ja, daarom. Ik ga gewoon lekker in het midden zitten. Hopelijk dat je nog even aan huis kan zitten of zo. Staat 50 ja. Man, jongens. Nog best wel veel voor zo'n klein stukje. Nee. Gelukkig was dat niet veel leven. Bijna niks, gelukkig. Oké, okay, ik zet hier de auto neer en dan gaan we lopen. Juistjes? Ja. Yeah. Dit zijn echt kuthuisjes, jongens. Ik zie het, ja. Deur dicht. Oh, de Iron komt er nog bij. Nee. Ik weet niet met z'n drieën in één huisje gaan zitten. Ik zit er net al midden van het midden. Daarom. De meeste kans op een goede... denk ik. Nou, het scheelt. Ik heb genoeg AK-kogels. Hier moet eens kijken hoeveel deze afgemaakt worden, man.
Is het een dicht huisje of niet? Wat jullie Huh? hebben? Is het een dicht huisje? Ja. Ja, er zit één heel klein raampje in. Daar kunnen ze niet twee doodschieten. Dat zal wel heel bijzonder zijn. Ja, het is ook best kunstig als je hier een granaat in kan gooien. Ja, dat ook. Er zitten ook nog glassen voor trouwens. Ja, maar dat maakt niet uit. Maar dan moeten ze ook exact weten dat wij in dit huisje zitten. Dat is ook wel weer een kunst. Gaan we maar die steen in de gaten daar. Ja, ik zie wel meerdere inderdaad gevaarlijke Ik had plekjes. nu wel in de gaten. De rokotje staat iets te veel voor me. Anders schiet ik zelfs op jou als ze door de deur in komen. In de zon, jongens. Ze moeten minder hard lopen nu. Ik hou op de deur bij R. Je hebt de bovenkant. Nu gaat het komen, jongens. De zon gaat bewegen zo. Ja, we zijn bang dat het niet bij ons gaat, hè? Het buitenhuisje gaat. Nou, hij gaat eerst nog bewegen. Gaat bij het huisje straks. Ik denk dat we de top 10 al hebben. 12 mensen leven nog. Ik denk het wel, kijk maar. Ja. Zit in de top 10, schat? Ik denk dat de top 5 is voordat deze cirkel voorbij is. We zijn nog gaan. Ik het binnenhalen, jongen. Kan ik het klippen en dan kan ik het op zeven YouTube andere zetten. Mensen. Kijk, laat zien hoe geweldig we zijn. We hebben helemaal niks gedaan, maar goed. Survival, hè? Ja, survival is ook een skill, hè? Winnen is winnen. Daarom. Nou, degene waar ik heen kijk nu zit wel ruim in de zon. Daarachter zit een berg. En dat zit ook helemaal in de zon. Waar Linda en ik heen kijken, dat is een heel wit gedeelte. Ja. Hoop je dat er niemand in zit met een. Ik hoor ze. Kwam ook, ja. Zit in het schuurtje naast ons zitten ze. Ja. Gaan we boosters slikken van tevoren? Blijf gewoon even wachten, denk ik. Nou, misschien is het wel nog een vast booster aan te zetten, of niet? We moeten nog even wachten. Oké. Ja, neem jij maar in. Neem jij de boosters maar. Dan hou ik de deur in de gaten. Even afwisselen. Ik heb precies twee, dus. Erwin, boosters? Daar kom ik. Ik heb alleen een smoke grenade. Ik heb molotov. Als jij de deur open doet en je wapen pakt, dan gooi ik met mijn molotov. Ja? Ja? Daar zit ze waarschijnlijk in.
Moet ik nog een molotov gooien? Ja. Ze zit erin. Allemaal dan. Er zitten nog meer mensen buiten. Ja, de... Ze hebben ons gezien. En ik werd geraakt namelijk. Te lopen, jongens. Oh fuck. Oh shit, ik ren de zon uit. Ja, ik niet, ik ren de zon in. Maar ik denk dat sowieso wel gepakt wordt. Auw! Achter de steen hier. Ah, kut. In de lul. Waar, achter de steen? Brokkotje voor je neus, achter die steen zit er een. Ja. Bij mij, op mij, Lin. Ah, we kunnen die vuur niet eens af, man. What the fuck? Ik werd in één keer door een sniper in mijn raap geknald. Ze hadden alle drie achter de steen. Eén lag, eentje die zat gedukt. Ik zag wel eentje. En, Wat bijzonder dat ze weten dat die steen toevallig in de zon zit. Nou, ja, is gewoon kijken op de map, schat. Ja, maar dan alsnog, dan kun je nooit weten waar de zon precies komt. Zij redelijk in de top. Ik heb een missie klaar. Echt? Ik niet. Ik heb hem niet. Ik heb hem toch 3 verbruikt? Dat zou ik vaker doen, of niet? Dat zou kunnen. Met die 9mm dingen schieten, dat ook 5 keer. Je moet nog 1 keer dat met die mini Uzi doen. Waar staat hij eigenlijk? Weet ik niet. Ik moet nog 50 items oppakken, een kill, een single match krijgen, dat heb ik ook weer gehad. 35 kills aan SMG, ik weet niet waar die staat. Dat was toch een missie? Ik kan hem niet meer vinden. Week 2 zit hij ook niet. Sommige missies zijn echt what the fuck. Zoals het een daily is, is hij al weg. Wow. Zou kunnen. Kan ook, hè. Nog, even kijken. Nog 9 matches voordat ik geen bannetjes mag gebruiken. Remove one weapon skin. Hoe kan je een weapon skin remove, in godsnaam? Linked missie, dive 10 meter onder water. Into freezing 500 water. Kilometer in buggy, what the fuck man. Linked missie, well driving in a vehicle, wind key, come to a complete stop inside the red zone, moet ik ook nog. Ja. Zit te kijken waar die zit, maar kan niet zien waar die is. Nou ja, ga verder. Oh, ik heb blijkbaar al 2 vests kapot geschoten. Van de 15. Huh? Okay. Ja, dat is van de premium. Maar dit was wel weer zo'n actie van Team Molotov. Ja. Ja, eigenlijk had je eentje in dat hoek moeten gooien, eentje in een ander hoekje, dan konden ze niet weg. Vond ik een beetje. Maar ik heb door de smoke heen toch een kill gekregen. Ja. Ja, het is maar een smal huisje, dus als je gaat sproeien, dan raak je er vanzelf heen. Ja, dat was het ook. En door de smoke zie je waarschijnlijk het bloed nog wel, dus als dat één keer gebeurt, weet je ook precies waar hij zit. Ik vond het eigenlijk jammer dat ik geen Tommy gun had, dan had het echt zo letterlijk, say hello to my little friend, geweest. Ja, of die mini gun, wel 100 kogels erin. Ja. Ja, oké, waar gaan we heen jongens, want Winery is nou wel te ver. Cosmodrome? Cosmo wat? Yeah. Die moeten jullie doen voor een missie. Bovenin. Oh ja, daar. Ja, in droppen of zo? Of, Ja, je moet gewoon in die locatie droppen. 5 keer. Oké, nou, droppen we er 5 keer. Okay, dan droppen we wel. Je moet 5 keer Cosmodrome, 5 keer Kestel en 5 keer Dino Park. Ja, Dino Park hebben we al 1 keer. Ja, en daarna, als je die 5 keer gedaan hebt, moet je er nog 10 keer droppen met een kill. Oh, nou, dat gaan we het level daar. Dat zien we niet gebeuren. Nee. bij Kessel heb ik hem al. Ja, maar ja. Jij bent ook goed en ik niet. Ja, het is ook nog wel te bespreken. Wat ik slecht ben of? Jij dat ik goed ben. Nee, dat jij slecht bent, dat weten we.
Ja, je hebt graag gekromen, hè? Vrienden waren, maar nou niet meer. Nou, schat en troost, ik ben nog altijd het slechtste van jullie twee. Nee, dat is een kotje. Hij doet alsof hij heel goed is, maar hij is vast slecht. Hij zit gewoon te killstier, daarom denk ik dat hij goed is, ja. Ja, ik hou tegenwoordig elk potje een kill. Elk potje jat hij onze kill. Ah ja. Oké, niet in die hoge toren landen, jongens. Dat is insta-dead. Nee. Je kan er niet fatsoenlijk vanaf, namelijk. En er liggen geen items. Daarvoor moet daar de beste sniper liggen. En dat, ja. Ik ga in de hangar nummer 2 landen. Nou, dan ga ik voor 3. Zijn er andere mensen? Bedankt. Auw, flikker nog fucking hard. Ja, ik ook. Nee, het telt niet eens mij. Ik had dit al gemarkt. Sorry. Hij is niet erg. Nou, mag weer herrie maken straks. Nou, er is kans dat hier mensen landen, dus wacht er nog maar even mee. Ik zeg ook straks of niet. Ja. Okay. Nou, ik heb tenminste een wapen, dus. Hier ligt nog een wapen voor je. Crossbow ook liggen. Ik heb wel een Uzi, jongen. Dan schiet toch even iets harder mee. Ik heb een medkit gevonden, man. Ik heb hier een AK liggen voor jullie. Oh, die had ik niet eens gezien. Nou, er ligt hier niet echt veel. Dat is niet echt een geweldige loopplek, hè? Ik vermaak me wel, hè. Standard cook drawback voor de Uzi. Kijk, Lin, kom hier naar beneden. Ligt er helemaal niks in dat grote gebouw of ligt er wel wat alleen beneden? Het leukste ligt allemaal beneden. Althans, de vorige keer dat ik dat was in ieder geval. Ja, ik vergeet mijn helm, jongen. Ja. Die heb ik nu. Ik kan nog steeds haskaart afgemaakt worden, maar ja, boeien. Help je dat mij? Neem ik ook helemaal mee. Ja, kijk, je hebt er ook een gevonden. Je hebt al een backpackje, hoor. Level 3. Ja, natuurlijk. Ik zeg toch, beneden liggen leuke dingen. Ik heb een level 3 helm. Ik heb allemaal niks qua backpack. En dan gaan we weer omhoog. Nee, beneden ligt er altijd een tier 3 wapen, of een item in ieder geval. Echt. Neem jij de huisjes hier? Ja. Oh, ik kan nog een keer naar beneden, dat wist ik niet. Oh, ik wil nog graag een sniper hebben voor jullie. Een backpack nodig, man. Ik heb een M24 gevonden, jongens. Ah, nice. Nice. Ik niet. Ja, hier zo'n extended map te vormen. Oké, die kan ik wel hebben. Nou, wel even 3 backpack laten liggen. Nee. M16 A4. Level 2 backpack, ook goed. Extended quick drum back. Oh, we zitten volgens mij redelijk ver uit de zon, ja. Ja, tegen uitlopen. Zo. Die op de boel aan het leger over hier. Maar het is nog niet echt de denderende doet wat ik tot nu toe zie. Ja, ik zie een zo'n sneeuwding. Sneeuwvehikel. Ja, ik moet nog een kilometer rijden. Kijk, ik heb ook eindelijk een level 3 backpack. Mooi dat tafje. Waarom heb ik zoveel rotzooi? Of al bij zo'n crawl zat worden ofzo. Dat zou best kunnen, hoor. Dat het misschien daarom zo is. Zou kunnen, dat weet ik niet. Het is al wel een half jaar, dus het kan gewoon prima. Als iemand een extended mag SMG vindt, dan raad ik me aanbevolen. Nog niet tegengekomen. Heb ik al. Ik ben bijna volledig level 3. Ik nog niet. We moeten nou ook een beetje aanstalten gaan maken, mensen. Ja,
Hebben jullie geen scope gevonden nog? Nee, helemaal niks. Ik vind het loot een beetje tegenvallen in dit gedeelte. Even kijken, we moeten echt een pokkent inderdaad. Ik ga wel lopen in ieder geval. Ik denk dat we beter kunnen gaan lopen, mensen. Kijk, ik ga lopend herrie maken. Kun je dat sneeuwding niet meenemen? Ja, pak mij. Ja, dat is Erwin. Ik heb hier een auto, dus die ga ik pakken. Oh, dan gaan we die auto pakken. De auto kunnen we met z'n drieën in. Ja. Hierheen komen. Ja, het kotje gaat die kant ook al op. Jullie hebben geen sniper? Geen scope? Nee, nee. Lucht alleen, op poep. Alleen maar red door. Ja, dat doe ik dus ook. Kijk jij het houden? Moet ik rijden? Ben jij de 4 meter toch? Ja, heb ik al. Oh. Die is leeg. Zo, ik heb alleen nog een sniper. Go! Eerst de kutbrug over. Ik heb even boosters gedronken. Even weer vol worden. Dan heb ik een sniper, hè? Het is een dropper, Red Bull. Net zoals iets. Ik glij even doorheen. Waar ik een greenlock van gemaakt heb. Oh, als we de brug overgaan, we gaan dan naar beneden en dan gaan we naar de zon toe. De rechterzon in. Dus dan moet ik links afslaan naar de brug? Ja. Jij hebt een level 3 vest, ik heb een level 3 helm. Ik heb een level 3 backpack. Ik heb level 3 backpack. Jullie trokken ooit van mij ook level 3 backpack. Ik heb een level 3 helm ook weer gehaast. Ja, yes. Ik heb level 2 en level 1 vest. Ik heb gewoon 1, 2, 3. Schoten mensen rechts. Deze weg blijven volgen, Lin? Ja? Deze weg blijven volgen? Ja, weg blijven volgen. Ja, dan rij je letterlijk in de rode zon waar we stil moeten staan als je opschiet. Ja, die heb ik al 3 keer gedaan, maar die werkt niet. Compleet stop staan ook, hè? Ja, maar volledig stil staan, hè? Ja. Ja. Hey, iemand loopt er! Ja. Er komt iemand, er komt nog iemand. Oh. Er is iemand afgestapt. Ja, hij zit er nog. Ja, hij zit er. Achter de steen. Achter die boom zit hij. Ja. Oh ja, achter de boom zit hij inderdaad. Kom op jongens, pak hem. Kut. Ik heb alleen maar afstand wapen, hè. Kom op, loop erheen. Ik ben neergeknald. Kijk, de car heeft die gast. What the fuck? Ah, kut. En heel snel door die kilt ook, hè. What ik heb 3 keer geraakt met die fucking M4 en in 1 keer raakt. Dat ik op hem gemikt heb. Bullshit. Report. Take kills. Kom weer dat rakotje tegen een boom aanrijdt. Ja. Nou, ik wou hem doodrijden en toen stapte hij ineens naar links. Ja, dat is nog logisch als je dat. Je kunt beter nog een klein beetje al die kant op gewend, wat dan ook. Ik moet even die missie pakken, maar ik zie niet waar die is. Oh hier. Ja, promoted. Nou, die stomme Uzi dingen hebben we klaar. Kijk, mijn icoontje is mooier. Nou, ik kan niet. Ik ben level 3 nog steeds. Ik moet godverdomme 50 XP. Ik ben klaar hoor. Nee. Nou, ik hoef geen Uzi ding meer te doen. Lekker, lekker. Geen teringherrie meer van Erwin. Hè? Geen teringherrie meer van Erwin. Nou, dankjewel hè. Dat is toch geen teringherrie wat ik maak joh. Ik ben vandaag aan het oefenen geweest op mijn werk.
Met wat? Met dat tatoeëren ben ik natuurlijk bezig. Ga je professionele tatoeage meneer worden? Ik, nou ja, professioneel niet. Kan je werk van maken. Hobbyist, zo moet je het noemen. Ik bedoel, als je goed bent, dan kan je je werk van maken. Hey. Ik wil er perfecte kleine dingetjes willen kunnen tatoeëren. Zoals jij bijvoorbeeld de PlayStation logo wil, dan dat zijn dingetjes die ik wil doen. Maar zo'n hele schaduw. Waarom zou ik een PlayStation logo willen? Ja, even bij wijze van spreken, zeg maar. Die leuke kleine dingetjes, dat wil ik doen. Schat, willen wij een leuk klein tattoetje hebben? Nee, ik wil geen tattoo. Ja, wil je geen Pikachu op je kont? Nee, ik wil helemaal geen tattoo op mijn kont. Ook geen Eevee? Nee, ik wil helemaal niks op mijn kont. Een maatje van mij, die heeft de meest geweldige Steve O-tatoeage laten zetten. Ah. En dat is letterlijk en figuurlijk jouw naam en dan op je kont. Mijn naam of zo? Ja, maar dan niet Ellen, nee, gewoon jouw naam. Oké. Nou, ik ga je weer hier naar beneden, moet toch zo vaak erin jumpen zijn. Dus. Kan dat het nou wel druk is? Kans dat het wel druk is nu. Gaan we het proberen dan? Toch wel landen, dus 5 keer. Ben al onderweg. Ik zie iemand wel boven mij. En die gaat namelijk naar beneden hier, Ro. Maar zijn we hier niet alleen? Nee, nog iemand boven niet. Mij. Ik ben nog wel naar beneden. Hoe kunnen die gasten zoveel lager neergooien? Kijk dan! Ja, inderdaad. Die gasten die hangen echt 500 meter lager dan mij, what the fuck? Oh fuck, er zitten heel veel mensen hier. Ik hoef alleen maar te landen en daarna dood te gaan. Nee, je moet het volgens mij wel een paar minuutjes weer overleven. Net als vorige keer, weet je nog? Ah, nou, dan heb ik een vak, maar ik zit hier dichtst bij je. Daarom ga ik gelijk naar beneden. Ik heb alleen een first aid kit. Ik ga een rokotje volgen, waar zit dat? Ja, ik ben aan de andere kant van jullie. Ik ben serieus fucked. Oh, hier een shotgun. Krijg je van mij 5 kogels. 7, alsjeblieft. Nog verder naar beneden? Ik weet niet of jij verder naar beneden wil. Een wapen. Er werd rechts van mij al geschoten, dus. Kom, gaan we Linda 7, waar zit ze? Daar is ze helemaal. Okay. Ja, daar zag ik al bij heel ver van jullie vandaan. Ik weet dat het een death wish is, hè, waar nou heen lopen. Ja, ze zitten tussen mij en jullie in. Ja, dat kunnen wij. Dat kunnen wij met 30 kogels. Heb je er meer als ik? Ja, 30 kogels van een nieuw wapen. Je zit in dat gebouw nu? Ja, ik zit in het gebouw nu. Geen idee hoe dit gaat aflopen, geen idee. Waarschijnlijk ga ik dood. Ga ik gewoon vanuit. En dan, nu al helemaal. Want ik heb M24 gevonden, jongens. Ze zit niet in dit gebouw. Oké, nou daar zit ze. Oh shit, hoe kom je dit nou weer? Kijk, is dat mijn rug? Nice. En dan wil ik niet dood. Dan ga ik waarschijnlijk als ik dood. Ik heb nog geen backpack, verdomme. Hier ik heb nog drie backpack. Tommy gun voor iemand hier met kogels. Ja, ik wil Tommy gun. Nou, die 2x scope die wil ik wel hebben. Ik heb 1 setje kogels heb ik voor je, dat wapen in ieder geval. Nee, we worden beschoten vanuit onze gleuf, hè, waar wij vandaan kwamen. Ja, ik zie ze niet. Oh, 4x scope. Ja, ik zie ze. Oh, ik ben down. Erwin, kan er maar iets geven? Waar ben je? Trappetje omhoog. Kut. Bam! Ik heb hem dood, kerel. Waar zit die andere faggot?
Je hebt iemand gezien waar die andere gast zit? Ja, die hij zit er wel eens te knallen. Aan de overkant. Len, we gaan dood. Achter ons, Len. Op ons, ja, op ons, Len, op ons. Op ons, op ons. Op ons zit hij, gaat zo looten. Kut. We moeten wachten tot hij geen looten. Je wordt geflankt van links ook. Oh, dat zal. Ik hoor wel wat, inderdaad. Hij zit achter dat ding zeker, die gast. Ja, hij zit achter hem, hij zit achter die paal. Loop naar de overkant en blijf zitten kan ook. Uzi, Uzi, Uzi. Uzi. Ah, staat hij in mijn auto? Hè? Huh? Staat hij in mijn auto? Ja, hij stond op auto. Nu is de vraag. Ja. Aan de wapen. Omhoog. Opstaan. Fucking kut, man. Ik kan van twee kanten gepakt worden, namelijk. One problem at a time. Komt eraan. Ren naar beneden. Maar waar zit hij beneden, is de vraag. Eraan. Zo zie je niks, schat. Nee, weet ik, maar hij komt van die kant. Zo zie je niks. Op train. Reloaden. Rambo, Rambo, links. Links. Hij zit er niet. Hij staat nee, er niet. Nee, hij is naar boven gerend. Dat je... Echt. Je ziet niks, zo. Ze weet waar je zit. Dus met de andere kant. Buiten omlopen. De deur pakken. Ja, ik heb sniper, je weet waar hij zit. Hij zit op de eerste etage, die rode. Ja, weet ik. Heen kijken alvast nu. Nee. Je weet waar hij zit, daar wel ergens. Zijn al boven. Reload even, je hebt één kogel. Pak je Uzi, ga terug. Op wacht daar. Ah man, fucking hell. We waren allebei naar binnen gegaan. Ik heb weer één kill. Maar ik vond raar, ik kon die gas makkelijk raken en toch in mijn kogels in het stomme metaal knallen. Terwijl ik gewoon clear sight op hem had. Ah, ik heb hem zijn vriendje in ieder geval afgemaakt, want ze waren met z'n drieën. Wat voor ik moet nog 10 XP. Ik ben gepromoted, yay! Hey, ik heb een missie compleet blijkbaar. Welke dan? Oh, een beginners ding. Get a kill, using ja, claim, level gewoon. Een twee keer scope. Nou, mooi. Nou, jezus, ik ben blij mee. Ik heb een fucking kill ja, een keer gemaakt. Ja, wij mogen ook niet kijken. In 5 minuten, die ik zelf gepakt heb. Wat? Je zit altijd te bitchen en te bitchen. Je vindt, jij zit te bitchen. En maak een keer snelle kill, dat is nog niet goed. Je blijft wel heel raar kijken elke keer. Je ziet niks en dan blijf je gewoon staan. Je had gewoon die ene neer kunnen knallen als je gewoon achter hem ging staan volledig leeg pompte. Ja, niet iedereen speelt zoals jou. Dat weet ik nu ook wel. Wordt dan weer daar, denk ik. Waar was dat ook alweer? Oh ja, je Cosmodrome. Kijk, hier zo, deze die ik nu mark. Hm? Daar kan je gelijk naar beneden. Ja, oh, ja. Niet veel bijzonders. Maar waar ik niet op mark, daar vond ik net een M24. En een level 3 backpack. Dus ik gok het er weer op. Ik moet zeggen, waar Linda en ik de eerste ronde. Ik had een level 3 helm, een level 3 backpack. Redelijke wapens. Ja,
Waarom ga je op mijn gebouwtje? Nee, ik ga gewoon die kant op. Ik denk dat ik deze pak. Mijn gebouwtje, pak blij. Pak je space shuttle en dan ga ik zo de lucht in schieten. Ik dacht dat wij wel weer mensen zijn. Ja, het is een missie, hè, dus. Dat ook, maar hij is ook niet heel ver van de vliegding af. Ja, ik zag nog twee mensen uitspringen in ieder geval. Als ze niet gelijk naar beneden gaan, dan komen ze op de kant. Of ze gaan naar Mount Kresnik. Dat gaat sowieso een heel stuk sneller dan voorheen, hè. Ik denk dat we maar de achter gaan. Yo, zo, die hoe kan dit zo laag landen? Ik zie er nog twee. Ik ga daar naar beneden toe, dat rekordje zo. Ik ga dat niet eens redden. Yo, er komt er eentje met een paarse. Ik ga naar waar jij je hebt gemaakt, hè? Ja, zit iemand? Het middenste gebouwtje, lage dakjes, daar zit iemand in. Hoe kunnen die gasten zo snel droppen zo laag? Als zodra mijn parachute uit, dan sta ik gewoon stil in de lucht. Rekordje bij jou land er ook, is er ook eentje geland. Ja. Wow. Hij komt nu naar jou toe, via de achterkant. Kut, 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 kut. Ik land echt gigantisch kut. Ik ren naar toe, het kan zijn dat hij achter me aanhuppelt. Zo niet, dan gaat hij eerst een wapen zoeken. Jullie beginnen door het raam heen? Ik niet, niemand van ons. Dus je hebt iemand anders bij jou in de buurt. Wie was dat? Ik ben bij jou, Rokotje, dus hier dicht bij ons. Niet zo heel dichtbij. Ga richting Erwin, kom. Oké. Okay. De kant waar we nu heen lopen zag ik iemand heen gaan, dus het kan zijn dat hij... Ja, hier is iemand ingeland. Ja, dan is het die gast. Nou, die is er niet ingeland, die is hier gewoon naartoe gegaan. Pak wat je pakken kan en... Ga richting beneden. Ja. Geef zo min mogelijk loot die gasten. Ja, er lag nog een twee keer scope, maar ja, die kan ik niet in pakken. Waar? Ik spring nu naar beneden. De eerste ruimte waar je het raam doorspringt. Ja, ik heb het al. Ik zie nog een pan. Maar die ga ik niet pakken, want ik ga wel lekker naar beneden. Ik hoop dat hier nog loot ligt. Oh, hier ligt ook een pan. Je had ook een helm. R45, een MV16 van iemand. Ik heb hier level 2 vest. Die pak ik dan wel, de kogels. Als je kogels wil, moet ik dan krijgen van mij hoor. Ik heb MV16 kogels gewoon bij me. Nee, die wil ik niet pakken. Ja, ik wil hem wel pakken, maar niet met dat wapen. Ik denk alles mee wat ik mee kan nemen en ik geef jou zo wat kogels. Ja, komt goed. Ik heb geen backpack namelijk, dus. Nee, ik ook niet. Hier liggen een AK. Ik heb al een AK. Ik heb hier... Heb jij een backpack, Lin? Nee. Ik wel. Ik heb hier een silencer. Voor? Heb je hem? Ja. Hier, silencer. Bij ons. Hier, op mij. AK-kogels wil ik wel hebben. Silencer voor snijpen. Oh, zijn er nog een keer AK-kogels? Nee, niet mee, zou ik zeggen. Perfect. Ik heb een AK, maar niet genoeg kogels. Maar ik heb geen backpack, dus ik kan niet meer vasthouden. Ik kan nog lager. En wil jij nog... Ik ga hem ook, heb je nog groene kogels nog nodig voor mij? Nee, ik heb... Jongens! Ja. Eén van deze al.
één dood. Lekker. Ik ga proberen te looten. Oké. Ik hoor iemand bovenaan springen. Ja, kijk naar mij, kijk naar mij, kijk naar mij. Kills. Lekker pik. Je hebt vlak bij ons door het glas gesprongen. Ja, hij is huis ingevlucht. Ben je boven of niet? De kortje is nog aan het looten. Je rent zo hard? Ik er niet. Die gast. Ik denk dat jullie wel flink of zo. Ja, op mij. Pak hem. Oh. Lekker Lim. Zat het allemaal? Ja, hij is alleen. Lekker af. Er is nog eentje? Ja, er is nog één. Waar zit hij dan? Lim, help mij omhoog. Oh. Sorry. Ik sta bovenop namelijk, ik zie niemand. Hou, achter me, boven. Ja, ik zit een kortje omhoog te halen. Ja, is goed. Kom naar beneden toe. Stil. Ja. Hij zit hier boven aan de rechterkant. Houd me overeind. Ja, Len, ik hoop hem overeind. Dek jij ons. Is iemand healing? Nee, die heb ik zelf ook nodig. Ik heb nog wel een first aid kit voor je. Moet je naar binnen lopen nu? Kom maar. Ga maar naar binnen, ik heb first aid kit voor je. Ik weet waar die rokje zat. Help! Ik heb hem. Was goed met de pleuris. Was het de laatste? Nou of? Ja, hij ging in één keer dood, ja. Heb jij nog een booster of zo nodig, rokotje? Oeh, ik ga even looten. Kijk of dat leuk tussen zit. Ik ga zo'n twee backpack. Gaan ze wel level 2 helm alleen? Maar het level 2 backpack. Oh, level 2 helm wat ik wou. Als jij die nodig hebt, pak ik hem wel. Nee, ik had een level 2 helm. Ik kan nog niet. 3 keer scope. Hé, een pan. Oh, die heb ik al. Weet niet. Waar is die pan dan? In die andere. Deze? Godverdomme. Kun je de fles uitdragen? Nou, als ik nog sniper vind, dan neem ik spul mee. Waar is die pan dan? In die andere hand. Oeh, wat een gevecht jongens. Hey. En ik heb dat één kill gemaakt. Erwin mm-hmm. 2 en de rest 1. Ik heb AK-kogels voor iemand, ik kan niet meer meenemen namelijk. Oh, AK, ik wil graag wel AK-kogels. Mijn zijn er helemaal door. Ik stel het Mac voor een sniper leg ik neer en die suppressor. 2 keer scope. Wie van ons heeft een sniper? Ik zit vol nu. Ik neem de suppressor wel mee. Ik sta, Mac had ik al bij me. Ik kon snijpen. Ja, wat een gevecht. Je zit nog in de zon ook nog. Ja, en ik kom mensen dichtbij. Ja, dit is wel vies tegen hoe ver ze zijn hoor. Ik ga er even alles langs, kijken of we wat gemist hebben. Ik zie een deurtje die nog dicht staat. Oh wauw, molotov. Op die fucking deur, daar doe ik het voor. Voor MV16 kan ik wel kogels gebruiken nog. Ja, ik kan AK-kogels nog wel gebruiken. Cheekpad. Mijn cheekpad. Ah kijk, AK-kogels. Hier ligt nog een Tommy gun. Lekker gespeeld mensen, heerlijk. Jij had toch nog 56 kogels, Lin? Ja. Mag ik die? Ik kan je een klein beetje geven, maar. Hoeveel heb je er zelf? Ik krijg de helft van mij wel. De andere helft heb ik sowieso nodig, want ik heb een. Ik heb hier liggen, in het grote gebouw. Oké. Okay. Neem er op aan mee, want ik heb ze zelf ook nodig. Dat kunnen we zo delen. Ja, ik heb mijn nadruk al gedeeld met Erwin voor de helft. Dus ik heb nog 50 kogels of zo heb ik nog. Nou, ik heb er nou genoeg. Compensator.
Ik had helemaal niks, hè, voordat we dat gevechten gingen. Nee, enige gast had ook niks, die was naakt naast. Maar ja, hij kat mij bij surprise van achter, dat was een beetje. Oeh, hier liggen nog koppels. Ja, mag die hebben. Is goed. Nee, beneden ligt niks, wat zin. Molo, dat doet niet niks. Ik heb al 2 of 3 molo's vast, ik heb geen zin om nog meer mee te slepen. Ik heb iets te veel 9mm koppels. Wat een kutgebouw is dit, joh. Ja, ik probeer nou de weg naar buiten te vinden, maar... Oh. Heb je nog een level 2 backpack nodig, schat? Heb ik al. Oh, ja, hier lag er één. En ik had painkillers gevonden. Extended quick draw over mijn Tommy Gun met silencer. Nice. Say hello to my silence friend. Hoi, hoi. Ik heb nog nodig een extended Mac voor MV16 achterkantje. Achterkantje MV16, die liggen ergens in dit gebouw waar ik ben. 2 stuks. Als ik er eentje vind, neem ik hem mee voor je. Ik heb folding stock voor microfoon. Ja, ik heb hem. Ik heb hier ook een achterkantje. Daar heb ik ook gevonden. Hier. Ligt hij daar? Bij mij ligt hij ook. Ik heb er ook een beetje voor je. Je hebt nog een 3 keer scope? Nee, ik heb 4 keer. Nou, nog een voorkantje en een extended Mac, dan ben ik blij. Nou, ik heb sowieso ook nog een extended Mac nou, voor beide wapens. Verder alles gehad hier? Heeft iemand de SMG? Ik heb een SMG, maar full equipped SMG. Ik ook al, wat heb je dan? Silencer. Oh, die wil ik hebben. Kom eraan, laat maar liggen. Oké. Ik zie op de rand van de zon zie ik een groot gebouw staan, daar ren ik naartoe. Hier, recht hier. Oh, en die kant op zijn ook mensen. Wat zei je? Lin? Ik heb een barrel gevonden. Ja, helemaal level 2. Heb ik al. Ik ga haar rocketje volgen. Ik ook. Kijk of nog geen voorkantje ligt nog. Wacht. Dan moet je verder omhoog denken als nog. Ah, nee, je kan niet eens verder omhoog. Ik heb zelfs een micro Uzi ding voor je handpistool. Bijna gekut verleden. Nice. Heb je het gemaakt waar je heen gaat? Nee, ik ben er al uit. Er zit niks boeiends in. Die gasten zijn hier geland. Waar gaan wij heen? Ik denk dat we... Ja, waar kunnen we heen? Dat is nog boeiend. Handwerk. Oh, klein huis. Kom zo. Lekker. Ga je op de dak zitten. Ja, die zon blijft hier sowieso niet op, maar... Zoals een chappie gewoon hier tussen kampen. Ja, maar je blijft die zone toch niet. Nee, maar toch wachten. Kijken of alles goed dingen staat. Ja. Die schoten komen wel steeds dichterbij. Oh. Oh, daar is het rokotje. Ja. Ik heb dit afschieten midden in de map en dan iedereen dood laten gaan. Dat was ik. Wat was jij? Aan het schieten. Hadden jullie nog kogels nodig? Ik heb er nu te veel. Ik heb er zat. Even kijken. Ik red het voor eerst wel zeggen, mogen de AK-kogels er wel bij komen? Een klein stukje lopen, jongens. Ik neem aan dat je dat op tijd wil doen. Mm-hmm. Ja. Ik zie iemand lopen. Waar? Ja, ik zie hem ook.
Dat is echt, denk ik. Is het op afstand of? Nee, dichtbij. Zit hij al in Cosmo? Hij zit hier in de buurt, bij deze satelliet zat hij. Lynn, ben je bij me? Ja, ik ben bij je. Ik kan beter dit wel pakken. Wijs mij de weg, hè? Hij is dood. Ja. Die nice. Gelijk? Ja. En hij heeft hem gepakt. Had hij nog leuke loot? Hij heeft level 3 aan hem. Ja. Ik ben bezig met loot. Rieke scope zie ik al liggen. Oeh, ik heb wat healing nodig, dus ik neem wat healing mee, jongens. Ja, ik pak al die healing voor mijn neus weg. Ik heb healing nodig. Ik pak geen healing. Ik heb alleen elkaar kogels gepakt. Die helemaal naar beneden scrollen, daar liggen ze. Ja. De rest mogen jullie hebben. Ik ben volledig equipped. Ik heb geen ruimte verder meer. Nee, ik neem wat kogels mee als niemand dat wil. Oh, kut. Ik neem elkaar kogels mee. Die heb ik niet nodig. Ah, ik zit vol. Ik kan niet meer elkaar kogels meenemen. Ik heb nog een silencer voor een sniper. Niemand? Assault rifle mag wel. Nee, die heb ik niet. Die heb ik zelf ook nodig. Oké. Ik ga naar de zone toe. Oh. Waarvoor heb ik nog geen... Heb ik, ik heb geen vest, kom ik nu pas achter. Had hij een vest? Ja. Oh. Maar die had je bijna naar de kleding geschoten. Ja, nou kan je beter geen vest hebben. Oh, die kan naar de zone. Wel de goede kant op lopen. Ik heb alles boven een vest gepakt. Lekker slim. Ja. Maar waar zijn de teammates gekilled? Zo hebben we een drankje drinken. Volledig helft krijgen. Ja, maar ja, zijn teammate al lang dood, ja. Gaan we dat huisje? Ja. Ja. Groot huisje. Een Tommy gun. Ik zie tegenover zie ik zo'n motor, geloof ik, of iets in die zin. Een vehicle in ieder geval. Maakt niet uit welke vest als er een vest ligt. Level 3 vest, hè? Ook leuk. Ik haal wat granaten mee, hoor. Nee, ik ga hier in het water, lijkt ik over de huisjes staan. Die kant ga ik oplooten. Oké. Kan ik hier nog huisje? Volledig, ik kut alleen nog een voorkantje silence. Ben ik volledig silence. Ik heb nog extended max nodig en dergelijke. Ik heb helemaal niks op mijn wapen zitten. Ik hoor een auto. Ik rijd een voertuig 230. Andere kant van het water. Hij rijdt weg van ons. Ik had energie had gedronken, maar schijnbaar niet. Ik sta op mijn SMG, heb ik niet. Ik gooi mijn silence weg voor mijn sniper. Voor je assault rifle? Sniper. Sniper. Hier vest level 2, backpack level 3. Hoppa, dan neem ik hem wel weer mee. Level 3 backpack, ja. Neem jij mee? Ja, dan neem ik die silence ook wel weer mee. Waar is die? Hier liggen een scorpion. Nee. Oh nee. Ik loop door, hè? Naar de volgende huisje, sta op het water. Ja, is goed. Een rare vierkante tent.
Daar ligt heel veel healing in hier. Eentje, ja, ik heb kogels, heb ik geen. Ik heb nou al genoeg kogels, ik heb 200 kogels, dat doe ik meestal wel mee. Pillen. Ja, ik neem hier ook nog wat pillen. Maar er ligt daar ook een scope, zag ik op de grond liggen. Joe. Ha, kun je die energies meenemen? Ik zie echt helemaal vol. Ik neem wel mee. Nee, ik heb ook. Heb je allemaal? Ja. Ik ga in het kleine kut kippenhokje zitten. Waar blijven we hier dan? Ja, ik denk dat ik nog één zonne mag. Er liggen twee suppressors hier, hè? Handgun en een SMG. Ja, ik heb beide wapens niet, dus dat wordt lastig. Het kleine hokje zitten. Ik kan wel. Nou, dan ga ik wel iets dichter naar jullie toe zitten. Oh, die is open. Nou, dan ga ik wel bij jou, schat. Nou, ik weet niet of dat zo'n goed idee is. Nee, je mag het bij mij. Oh. Nou, doe ik hem wel dicht. Ga ik in dit hokje wel zitten? Ik zou weten, maar. Moet zeiken. Leuk is dat daar zeiken. Ik ga zo naar water kijken, ik wil ook even zeiken dadelijk als ze dood zijn. Voor mij heeft mijn poppetje het koud of zo, ze hebben te shaken. Oh, kut. Ik moet wel bij een van jullie in het huisje. Kom maar. Mijn huis zit niet in de zon. Ik ga wel gezellig bij jou, kotje. Ik had de say hello to my little friend. Maak een screenshot van mij, hè? Gedaan. Ik voel me echt een Tony Montana. Want? Dikke Tommy gun. Overkant van het water zit ook huisjes op het water, maar. Ja. Yeah. Dat is dat 10 keer dive in bevroren water, want ik zie helemaal geen water waar je in onder water kan. Oh, de zon gaat onze kant wel vrij hard. Voor mij een poppetje het elke keer koud. Wat een watje. De tering. Ik ga snel, ik ga lopen. Silence rechts. Meer voor ons ook. Oké, wat gaan we doen nou? Ja, de zon in. Grit kippen, fuck jullie. Het is niet echt een goed gedekte ding. Weer niks aan de weg van SMG. Linda, kom. Wat is? Kan ik even zeiken? Dicht. Ja, level 3, iets van mij. Wat? Helm level 3 lag er. Ik weet je niet best. Ga even snel zeiken. Ja. Mike off. Iemand healing nodig? Nee. Nou, die silence shit voor de snuiperij, want die bullshit die gooi ik wel weg. Ja, ik ook. Heeft toch geen zin. We zijn nu zo klein en zo hoog, nou, dat heeft geen zin meer. Mike on. Ik ben klaar. Is je ook psych of niet? Nee. Maar de zon gaat al. Wacht wel. Laten we elkaar maar eraf maken. Andere kant. Alsjeblieft.
Ik ga pissen. Is goed hoor. Oh, wat even goed water man. Zo, wie door deze deur komt, is ik helemaal verrot. Kan je dus mijn voeten zien aan de andere kant? Ik kom een beetje door de muur in. Een silence, kon niet door de deur heen, toch? Nee, voor mij net niet. Wel slecht geanimeerd dan eigenlijk, dat het er doorheen kan. Check man, wat voor kills daar komen. Maar daar zit Tommy Knut, de G36C, die heb ik ook. Dan maar stil. Ja, ik ben nu weer. Ik moet wel close hier zo. Ja, slagpartij. Laat ze elkaar maar lekker afslachten. Kom op, hier reinigen. Kom op. Vast niet. Oh! 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 Nice! Hij blijft hier nog even lekker zitten. Zo lang mogelijk. Zie je mij mooi liggen voor de deur? Eén tikje naar links. Oh. Ik ga gewoon. Het zijn al 12. Dan staan er nog 9 andere mensen. Dat raampje, hè? Wat een genaat erin flikkert, jongen. Het is de gelukkigste van de wereld. Nou, je stil zijn, dan weet je niet wat hier zit en gooi ze ook geen granaat binnen. Zet dat helemaal niet uit. Hoe kan er hier nou sneeuw doorheen komen, door het dak? Lekkage. Een hele grote lekkage. 30 seconden nog, jongens. Zo, die limpack, jongen. Ja, maar... die is flink bezig. Ik denk dat ik die jongen al 6 kills heb zien maken. Oh hier, eentje M24. Laat ze maar lekker elkaar afmaken. Er zijn nog 6 andere. Waarschijnlijk zit er 1 team van 4 tussen. En dan wij 3. Ja. Dat zal heel nadelig zijn voor ons. Nee, ik zet het team zo te zien. Ja, dat zie je zo, want er zijn nog 6 andere mensen. Nou ja, 4 plus 3 is 9. Ja, nee, 7. Nee, 7 jongen. Ik kan niet tellen. Knocked out. Oh, die gaat wel dood. Ja, oké, die is niet high gear. Die heeft M16A4. Ik zie er eentje lopen, 85. Jullie zoet. Ja, loop naar rechts toe, richting 100. Laat me lekker zien. Laat je hoofd nou maar niet zien. Laat ze elkaar maar lekker afmaken. Kom, die zit echt naast ons, hè? Die zit echt naast ons. Oh, ik ga er nog een. Opheen gooien. Mag ik hem proberen? Nee. Dit is een team, hè? Zitten er 2 gasten daar zo op? Jongens, de zon is zojuist. Lopen. Maar we kunnen nog wel even wachten, maar. Of dat nut heeft verder, geen flauw idee. Niks, mijn boosters aan. Oh ja, dat is wel een goede inderdaad. Inderdaad. Hebben jullie genoeg boosters? Ik zit wel bijna vol. Ik kom helemaal vol, ik heb 2 painkillers, ik vol. Ik kan wel 1 bow boosteren, nou hij zit vol. Ja, ja? Hier, pak dichtbij wapen heb ik vast. Je moet goed checken of mij nog goed staat, ja. Ja, pak die boosters. Ja, is goed. Ik ga lopen. Ja, waar zitten ze? Ik zie daar 2 deuren liggen. Oh, 110. Lekker. 4 kills. 2 kills. Ik denk bij die steen daar zo. Bij 130. Denk ik, hè? Ik weet niet zeker. Ja, zit die.
Ja. Match finish, bitches! Ah, ik heb het! Vier kills! Hey, ik zat met... Ik zat op te lachen met die motor. Ik ben rood opgegooid op de ene plek! Ja, ik heb op ik had er toch drie! Oh, deze gaat op YouTube. Nice! Oh, nice man! Oh, oeh, ja. Toch één kill gemaakt deze ronde. Hij heeft toch een keer met een kontje chicken dinner gehaald. Ja, nice. Heerlijk. Die had echt heerlijk, tijd, nou, die gaan we drinken halen. Prachtig gewoon. Oh, die van mij was ook nog sexy. Die andere twee ook zo snel zagen, man. Ja, ik zag ze staan. Die ene was genokt. En toen ging ik dus op die andere schieten met rekordjes aan. Dus die was zo dood. Hey, ik heb een zilveren medaille gekregen. Novus 5. Moet even kijken. Hoe kan je dat clippen ook weer? Even kijken. Wat een missie heb ik gehaald. Waarschijnlijk is dat wel een missie van chicken dinner of zo. Oh nee. De 10 items van player lootboxes. Ik ga hem wel editen straks. Ik weet niet hoe ik dat gedaan had toen, maar ik edit het wel weer. Hé, jongens. Ja, die hadden even nodig, zeg. Godverdomme. Oh, nog 200 XP voor level 3. Ik moet nog heel veel XP. Dat telt niks aan chicken dinner schijnbaar, huh? Jongens. Maar ik krijg er wel 300 van die BP's points. Ik moet nog heel veel matches binnen chicken dinner solo's alleen. Ja, fuck dat. Gaat dat lukken? Die folk rate, zit daar standaard een slotje op of niet? Binnen chicken dinner duo's heb ik ook niet. Weet je dat recordje? Huh? Sorry? Die folk rate, zit daar standaard een slotje op of niet? Nee, er zit geen slotje op. Krijg ik eentje kopen dan? Ja. Ik heb 1300 dingen. Ik heb slippers gekregen. Ja, die ga ik aandoen. Ik ga slippers aandoen. Folk rate, is die nieuw of niet? Ja. Er wel, kan wel een slotje op zitten volgens mij, niet de koppel. Nee. Je krijgt gelijk het item. Kijk jongens, ik ga mijn slippers door het sneeuwgebied. Ik heb slip-ons grey. Je hebt slippers, ik heb die andere voetjes. Even kijken. Custom. Hoe laat is het, want ik moet vroeg op. 10 uur. Wie is eens hè? Zo. Ja, gaan we nog een potje of gaat het afsluiten met dit goed gevoel? Nee, nog een potje. Nee, nog even een potje gek doen. Potje gek doen. Ik had die missie niet gezien trouwens, dat je in die ene moet landen. Waar staat die? Sorry, wat? Dat je 5 keer moet droppen in dat gebied. Missies en dan premium. Premium. Oh ja, ik moet nog 2 keer in droppen in Cosmodrom. Ja. Okay. Ik moet overal nog droppen voor de kills. Nou ja, deze kant de kills, maar ja, dat telt niet. Nee, inderdaad. Ready, Jarekot? Ja, ik ben gelijk weer bijna level 6. Zoveel challenges had ik gehaald. Nice. Ik... Nou, jij wel, ik niet. Doe ik je niet na. Ik ben nog steeds bijna level 3. Nog 200. Einde van de rit koop ik wel gewoon wat ik wel moet hebben, level. Jij was ook molotovs aan het gooien, Lin. Ja, cool hè? Ja, ik ook. Wat is leuk die gast. zag hem gewoon spacen daar, man. Ik had iets van 6 molotovs gooien. Hij was helemaal fik, jongen. Ja, klopt. En daarna ging jij dus dan, zeg maar, flanken. En wij gingen nog steeds molotovs gooien. Dus hij kon geen kant op. Ja, nou, op een gegeven moment, ik had mijn molotovs opgegooid en ik zag dat iemand anders ook nog molotovs aan het gooien was. Ja, dus ik denk, nou ja, ik reload gewoon eventjes. En toen zei Ernest, ja, hij komt bij die steen. Oh, oké, nou ja, 2 kogels. Ja, ik liep al gelijk naar de steen toe. Ik zag hem daar staan. Ik ga mooi die dingen gooien. Hij achter de steen wel lopen schuilen. Hij vond het niet zo leuk, denk ik, dat hij daar zo zat. Ik gaf hem 1 bodyshot en de tweede was een headshot. Ah, dit wordt een heel kort plotje, dus ik ga gelijk in dat gat donderen, denk ik. Hoe kunnen die andere gasten zo snel naar beneden zakken? Want mij lukt het niet. Ik doe het wel gewoon op de manier dat het moet, maar zo snel kom ik ook niet mee. Nee, ik ga zo, dan ga ik naar beneden en dan poef staat in één keer stil als ze zijn dingen doet. Nou, voor mij kunnen wij er gelijk uit zo'n beetje, denk ik, of niet? Ja, ik denk gelijk uitspringen inderdaad. Ben je eerst beneden, hopelijk. Even de kust zoeken. Ik blijf 3 seconden zitten. Doe jij dat maar, doe ik het niet. Ik ga er gewoon gelijk uit. Het is zo gelijk makkelijk. De wave, als dat nog werkt. Ja, die werkt wel. Werkt nog wel.
Ik hang ook echt gelijk stil. Ja, deze keer niet. Ik weet niet hoe ik het ga. Ik wel. Ik hang ook stil. En die dropt even naar beneden, zeg. Jezus, wat ben je snel. Ja, zeg, deze keer stond hij niet stil. Ja, mijne wel. Drop je alleen maar healing stuff in de buurt? Ik neem de andere ingang naar beneden. Ik heb niet gezien of er mensen bij ons waren, overigens, hoor. Niet opgelet. Ik ook niet. Jezus, alleen maar healing hier, man. Ja, echt, hè? Hier ook al. Die zijn daar. Ik ga even... Ik heb wel een wapen. Ja, ik ook een Uzi. Maar ik neem de healing wel allemaal mee, even. Hi, Linda. Hi. Ik heb zeker niks. Nee, ik pak dit wapen. Deze pistool. Maar, is niemand in de buurt, denken we? Of, AK kocht nog, jong. Ik hoor niks. Cheek pad neem ik wel mee voor iemand. Wat is dit? Compenseerde SMG. Extended mag, red dot, folding stock. VSS ga ik vandaag voor, jongens. Jullie gaan een AK voor iemand. Lint mag hebben. Hè? Lint zou je niet. Hier nog een backpack voor iemand. Kom maar aan. Ik heb een level 2 backpack. Level 3 vest voor mij. Laser sight, extended mag. Hier level 2 backpack, Lint. Weinig level 2. Hier waar ik met AK kogels. Hé, hey, weer een stukje naar beneden. Level 3 helm! Je left... Oh hier. Oh, je had geen backpack. Oh, sorry. Oh. Hey, pak maar. Oh, je had wel, maar we pakken level 1 om, maar niet uit. Nee, ja, je had nog niks. Wat lief van jou, schatje. Slijm. Ik neem die motor toch wel mee. Oké. Okay. Ik heb nog geen vest, maar ik heb wel level 3 helm. Die heb ik al wel gevonden, level 1. Ik heb er even 3 vest gevonden. Mooie tafjes, die blijf ik wel meenemen. Oeh, een medkit gevonden. Ik ga hangar 3 in. Als je een beter SMG vindt, dan hoor ik het graag. Tommy gun hier. Oeh, level 2 vest. Molo, mee. Molo, nog een Tommy gun. Nog een helm. Suppressor voor een SMG. Nou, dat komt goed uit. Die heb ik nu. Hier liggen nog level 2 helm voor iemand in deze hangar. Nee, als je level 2 vest vindt. Die heb ik gevonden en draag ik ook. Ja, dat heb ik niet zo. Ik mee voor. Nog een level 2 backpack hier. Oh, die wil ik wel laten. Ja, dat is wel een leuk wapentje. Ja, ik zie level 2 vest. Hier level 1 vest. Hier level 2 vest bij mij. Heb ik. Ik ga het dorp hiernaast opzoeken. Kunnen jullie de rest van de... misschien met de plus, mijn eigen schaduw. Wat heb je geweten, jongen? Hè? Ja, heb je wat heb je geweten? Ja, chicken dinner gaat gewoon een ronde, hè? Dan gaat je bloed pompen. De grote hangar, hebben we die al gehad? Nee. Nee, hebben we nog niet gehad. Waar is de zon eigenlijk? Oh, die is in pokkend, jongens, die zon. Nee. Ik ben echt zo niet blij met een fucking micro-Uzi, maar ja, ik weet al niks. Weet het niet. Ik heb de silence weer snijpen. Nice. Ik heb hier een extended mech, die ik zelf nodig zie. Ik loop boven jou, hè? Ik heb hier een barrelies liggen als iemand dat
zou willen. Level 2 backpack. Eindelijk iets beters dan een fucking micro Uzi. Die wel weer gezien. Cheek pet heb ik. Gaan we lopen in? Ja, ik heb die wel weer gezien. Kijk, kan ergens anders nog wat loot zien. Ik ga hier deze brug over. Nou, ik heb wel genoeg kogels, denk ik zo. Nou, ik heb tenminste EMP met de silencer, dus ik vind het wel prima. Achterkantje voor een VS. Oh, dat heb ik zelf nodig. Oh, nice. Ga je meer rijden zonder beweging hoor, we moeten fucking ver. Ja, ik loop ook wel. Ik heb in principe. Ik heb een VSS waar ik het maar mee moet doen. Ik denk dat de VSS op deze map eigenlijk nog niet eens zo'n heel gek idee is. Hebben jullie nog een cheekpad nodig of niet? Nee. Geen sniper. Daar ook hem weg. Want je bent wel lekker silenced en dat is toch best wel. Ja, alles zit erop, een scope, een silence en. Ja. Alle attachments er ook voor gelijk. Ik denk dat je niet heel erg gek bezig bent als je een VSS oppakt in deze map. Als we rechtdoor blijven lopen, lopen we vanzelf tegen de zon aan. Ja. Valt mee dat er hier niemand bij ons uit is gestapt. Want hier vloog het niet overheen, toch? Of wel? Hm? Het vliegtuig? Het vliegtuig ging ja, hier wel overheen. Die ging zo richting villa. Dus kunnen mensen tegenkomen, dus. Ja, maar dat kan je altijd, hè, dus. Ja. Maar de deuren zijn dicht, dus. Ja. Ik ga eentje. Waar gaan jullie er maar door? Jo, hop. Ik heb 300 plus kogels, dus ik zit al goed. Ah, kogels heb ik wel. Wie heeft er een 4x scope nodig? Ik niet. Ik hoor niet, ik heb wel een 3x scope op mijn heen zitten. Zijn ik VSS stijl gehouden vandaag. Oh, je mag me altijd wel meenemen. Oh, neem het trouwens maar wel mee, dan kan ik die andere op mijn UMP zetten. Ja, zijn er zo'n sniper heb ik ook weggegooid. Waarvan loopt mijn pootje ook in een t-shirt rond ook, hè? Met een biel. Nou, vinden ze het gek dat ze het koud krijgen. Ik heb 7 painkillers, 2 energy, 4 first aids, 2 4 keer scouts. Oh nee, want ik heb helemaal geen boosters. 1 painkiller, 7 first aids en 3 energy. Ik hoor geschoten, geschiet. Word je beschoten of hoor je niet? Ik hoor geschiet. Ik hoor het. Ja. Ik hoor geschiet. Even gauw. Snel doorheen kijken. Ga toch heel dichtbij. Heel dichtbij, ik moet nog een lopen een stukje. Valt wel mee hoor. Ik kan gewoon door het ruit heen. Maar dat stukje valt wel hier mee. Hier nog first aid lin als je moet hebben. First aid kit. Ja, ik moest lopen, dus ik ga lopen. Hier in het huis zit een first aid. Ja, ik ga niet teruglopen. Even twee backpack nog. Kon je wel rennen. Ja, dat is wel een beetje als een homo. Een beetje X-been. Ziet er dicht uit. Moet je hem horen. Pingwing. Ik heb ook een X-been. Oh, ik zie hier wel een deur open. Als die standaard open is in ieder geval. Er zijn mensen geweest. Ja, er staat wel even twee vers. Staat hier eentje gewoon voor je neus, jongens. Ik heb al dood. Heb je hem? Ja. Was die gelijk dood? Nee. Een M24 hier, jongens. Nice. Op zijn lijk. Wil jij hem hebben, Lin? Ja, maar ik vind het prima. Ja, ik heb nog één keer. Hij is waarschijnlijk dus niet alleen, want hij liep het dus gewoon strak langs. Oké. Okay. Ik word geraakt, ja. ik ben geraakt achter, bij mij achter een rots, ik ben dood. Ja. Achter een rots zit hij. Ja. Godver.
godverdomme, kutmensen waren er nog. Hij gaat mij zo looten. Hij probeert, op die berg te gaan lopen. Auw. Ja, ze zijn nu met z'n tweeën daar. Zeskiskup, die neem ik dan. Dat zijn wij. Oh, zie je dat? Ik kan niet zien, oh ja. Wraak genomen. Nou, ik ga die slijpen pakken. Oh, blijkbaar had ik geen vest. Hoe de fuck? Ik had een vest opgepakt. Wat de fuck is daarmee gebeurd? Ik ben hier vast niet eens geraakt. Waar ligt die andere knakker? De berg. Die niet meer. Ja. Want ik ga niet die kant meelopen. Ik ga gewoon lekker domme huisjes heen. Godverdomme. Ja, oh ja. Niemand heeft gezegd dat je mee moest lopen. Wel, jij liep die kant op. Wij liepen die eerste die kant op. Zonder het lopen. Wel, ik liep naar jullie toe. Ja, ik heb een dood, zeg je. Ik was hier gewoon naar beneden gesprongen, hoor. Oh, nee, hoor. Ik heb hem uiteindelijk niet. Vind ik geen leuk eindpotje. Ik ben niet zo heel ver te lopen, dat scheelt dan wel weer. Heb je hem? Ja, ik ben naar die andere wijk aan het zoeken. Nee! Twee stuks. Ja, ze gaan me finishen. Nou, payback, hè. Waar was hij dan? Hij gaat nu naar mijn lijk. Nee. Op Linda. Ja, ik zie hem bij de steen. En nog eentje. Ze rennen met z'n tweetjes, schat. Hij heeft een revenge. Eentje nokt. Ja, die ander gaat hem redden. Waarschijnlijk. Die bomen, geloof ik. Twee bomen die daar staan, geloof ik. Geen moeilijk, toch? Ja. Ja, die is omhoog. Nokt. Nog een molotov, gooi je molotov erop. Ai, kut. Bijzonder, dat ze precies raak weten te schieten. Kan wacht, dan met de molo! Ja. Allebei! Allebei genoeg met de molo. Kill! Oh, je hebt hem allebei dood. Ja, nee, één kill! Drie kills, Erwin. Ja, nee, kijk of de ander nog dood gaat. De ander was ook genokt. Nee, ja, drie kills heb ik al gehaald daar. Hè? Dus die was gelijk dood? Ja, de andere, nee, we waren met z'n tweeën. De ene was dood en de andere, de ene was dood met Molo gedood. Die andere weet ik niet. Ik heb drie kills gehad. Wat fucking 100 XP voor ik level 3 ben. Haha, zo. Nou, was een leuk potje af te ronden.